we zijn er! Zet hem aan het werk, die man. Zet hem aan het werk. Ja, ik ga mijn rolschat zo aandoen. Hallo, happy Friday! Daar zijn we weer. Oh, we moeten nog heel even opmaken. Een momentje. Oké, daar ben ik weer. Jola en ik gaan even boodschappen doen. En dat doen we achter de wagen. En dat ga ik gewoon op rolschaats proberen. Want elke keer denk ik, ja, ik wil weer een beetje in beweging komen. En dat kan achter de wagen. En ik heb mama's skiers aan. En Jola heeft skiers aan. Mama. Het kan achter de wagen goed gecombineerd worden natuurlijk met Jack's voortrijden. Eens kijken of dit gaat werken. Normaal kan ik het natuurlijk voor geen meter, maar met die wagen in mijn hand. Dat is heerlijk. Mag ik ook eens een keertje met de wagen? Ja. Zo. There we go. We zijn inmiddels in de supermarkt, maar we hebben ze maar even verwisseld voor slippers. Dat mag natuurlijk niet in de supermarkt. We hebben onze favoriete dingetjes. Jola, die heeft weer... De tiener! En ik, 0,0 biertjes. Zo. Ik zit ze weer even uit te doen in de deuropening. Maar dit is echt een workout, jongens. Ik heb gewoon mijn eerste workout weer gehad bij deze. Ik ben helemaal kapot. Ik heb Jola in de speeltuin achtergelaten en ik ben zelf op het fietspad en een paar keer heen en weer gegaan. En het is echt heerlijk om te doen. En door die wagen heb je gewoon echt vette vaart en ga je gewoon hard. Terwijl normaal kan ik het helemaal niet zo goed. Val ik wel naar voren. Maar nu val ik niet naar voren. Dit ga ik vaker doen. Ik heb iets leuks, een pakketje. Oh, Jola heeft het alweer uit mijn handen gepakt. Dit heb ik trouwens gekregen van United Wardrobe, omdat, dat krijg je daar. En dat is geen reclame, no spam, niks. Gewoon gekregen omdat ik boven een bepaald bedrag had besteld aan kleding. Dus dat krijgt iedereen die dat doet, denk ik. Maar dit is wel heel handig, want mijn vlogcamera past erin. Hoe moet het strakker? Hoe strakker moet? Nou, misschien is die gewoon niet echt gemaakt voor jouw maat. Oh! Ik ben helemaal bezweet. Nee, zo is het. Ik demonstreer het even zo. Zo gaat het. Wat een leuk tasje. En je kan dus je zonnebril erin stoppen. Zou kunnen. Maar de vlogcamera past er ook in. En dat is super handig voor als mama gaat stappen. Ik doe hem om. Ik doe hem om als ik naar een festival ga. Goed? Met mij. Als Jola 18 is, dan gaan we samen naar... Tomorrowland, Mysteryland. Ja, en hoe ga je dan dansen? Heerlijk, ik heb nou al zin in. Volgens mijn moeder ben ik een rommelkont. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik de 50 vragen over mezelf. Ik verveel mij nooit, daarom ook een YouTube kanaal. Of verveelt zich niet. Ja, we hebben de luiers weer binnen. Luiers. Wow. Luiers. En ik heb dit keer gekozen voor verschillende designs. Dus dan hebben we een maat groter trouwens. Daar waren we wel eens aan toe. Zien er echt heel leuk uit. En die, ja, die zijn ook heel erg leuk. Super cute. Kan je me vinden? We hebben een heel leuk zoekspelletje. Ik ben verstopt. Jola moet iets zoeken. Het is al de derde keer dat ik hem hoor. Oké, daar ben je dan. Het was zo warm. One hour later. Hey! Oh, ik kijk er nog naast! Oh, er zat een gezicht. Nu jij weer. Wat een leuk ding. Ga jij verstoppen? Ja. Hey, Jack. Hij komt wel hoog in de schat ook. Hij is aan planken. Hey, dit is super. Beter dan Bart. Dit is super. Beter dan Bart. Oh, je ziet die billen met de dag weer. Spieren trainen. Hallo, het is zaterdag. Jawel, het is
weekend! We gaan straks met z'n allen, met het hele gezin, naar de picknick van Beer. Misschien kennen jullie dat wel. Dat zijn van die hele gezonde snoepjesachtige dingetjes die gewoon echt alleen maar bestaan uit fruit. Dus daar ben ik helemaal voor. Gezonde snoepjes. En er is een picknick georganiseerd. En dan mogen wij naartoe. Daar zijn we voor uitgenodigd en daar hebben we heel veel zin in. Ik vond het wel een beetje moeilijk wat ik aan moest, want het is super warm. Joltje is er ook klaar voor. Ja. Hey Jol. Oh, is er iets geheims? Nee. Wat is er? Nee. Wat is er? Oh, je hebt zeker lipstift opgedaan. Dat doe ik altijd. Oh, doe je dat altijd? Ja. En het wachten is overigens weer op... Door Bart. Bart. Ja. Oh, Bart. Wat heerlijk zo. Ja, we zijn er. En Bart is er ook bij. Heerlijk ben ik erbij. Natuurlijk. Het was super gezellig hier, hè? Daar zie je een balkonnetje. En als dat balkonnetje jouw balkonnetje is, och. Wauw. Oh, deze is hier beter. Ja, maar dat zijn niet echt van die balkonnetjes. Niet normaal, hè? Dit huis is gewoon 20 meter hoog. Ja, maar dan wonen die mensen wel 3 hoog of zo, hè? Dit is niet alles van hun altijd. Ja, oké, we zijn even niet. Sommigen misschien wel, maar niet allemaal. Even lekker aan de wandel in het Vondelperk. En het is heerlijk hier. 26 graden. Niks aan het handje. Helemaal lekker top. Windje, dus ook niet al te warm. Heerlijk. Morgen wordt 30 graden. Serieus? Morgen? Ja. 30 graden. Oh, dat is wel heel erg warm. Hi. Kindjes op bed. En? Oh, heerlijk. Chillen. En? Oh, mijn alcoholvrije bier mis ik nog. Ik pak het wel even voor je. Zet hem aan het werk, die man. Zet hem aan het werk. De hele dag doet hij alles al. Hij heeft eten gemaakt vandaag. Ja, het is zaterdag, dus het is zijn beurt. En hij heeft afgewassen. Toppertje. Eenmaal nep hier. Roost. Hier, schat. Oh. Hallo, goedemorgen allemaal. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Jullie zullen je inmiddels wel afvragen na al die weken, waarom liggen daar een paar matrassen? Dat komt omdat die worden maandag, morgen, jawel, eindelijk opgehaald door het grof vuil. En dan nu, een Pink Panther dansje van Jola. Het is dus, vandaag hebben we een baby shower. Het wordt ook nog eens 30 graden. Wow. Ik weet nog niet of ik Jax ga meenemen of niet. Ik twijfel om die bij Bart te laten. Heel even kijken hoe ik straks uitkom met de voedingen. Omdat hij natuurlijk nog steeds niet echt super goed uit de fles drinkt. Dus ik vind het wel een beetje... We kunnen ook gewoon maar 3 uurtjes weggaan, hè? Ja, dat, dus dat. Kijk, als je hem heel hard rondslingert... We gaan even eten. Op zondag mogen we zondigen! Dit bedoel ik met zondigen op zondag. Oh, wat genot. Hoezo is dit zondigen? Het is gewoon een eitje. Alleen omdat het een wit broodje is, een afbakbroodje. Ja! Het is niet super, super goed, maar het zijn slechte dingen in het eten. Een cappuccino. Op last cappuccino. Ja, I'm hands-free. We zijn een beetje aan het haasten. Een beetje aan de late kant. Dus ik hoop dat we nog wel op tijd zijn. Dat we in ieder geval voor Laura binnenkomen. Maar goed, ik moest nog even voeden. We hebben Jax niet mee. Vonden we toch wat beter. En nou ja, ik heb Bart opgezadeld met een flesje. Maar ik denk dat we ook wel weer op tijd terug zijn. Zo, gefixt. Ja. Goed gedaan, joh. Tik hem aan. Ja. Yeah.
Wat is dat dan? Je moet je wel vasthouden, maar dan hoef je iets meer. Ja! Dan doe je dat shirt aan en dan doe je je beeld. Stond op Facebook. Leuk! Ik weet niet. Dat heb je nog nooit gezien. Maar is het lekker warm? Ja, als je dan zo rondloopt. Ja, zitten ze voetjes lekker in. Oh, ja! Ja. Hebben Jola en ik gemaakt. Echt waar? Ja. Samen geknutseld. Ja. Zo, back home. Maar niet voor lang. Het afkolven is gelukt. En nog beter om te zeggen. Het is Bart gelukt om het flesje te geven. Woehoe! 100 milliliter. 100 milliliter. En in de tussentijd heb ik gekocht in de auto. Dus ik ga nu even wat luchtigers aantrekken. En dan op de fiets naar andere vrienden van ons. Waar Bart inmiddels in de tuin aan het chillen is. Dus dat is ook wel leuk als wij daarbij kunnen aansluiten. Wat is het toch heerlijk om te fietsen met dit weer. Ja. Sorry, moest ik even kwijt. Moest ik heel even kwijt. Zo, Jola die besloot even te gaan zwemmen. Bij onze vrienden. Dus we fietsen weer met een handdoek. Ach ja. Je moet ervan genieten, hè? Van die zon. Zo, dat pollewoepie die gaat lekker naar bed. Tegenwoordig gaat hij in de avond gewoon tegelijk met Jola naar bed. En dan later op de avond pak ik hem er nog even uit voor zijn laatste voeding. Maar dat gaat supergoed. Hoi. Hoi. Wat was dat een heerlijk weekend. Wat een weertje. Heerlijk. We zijn natuurlijk weer Game of Thrones aan het kijken. Maar dank jullie wel voor het kijken. Abonneer voor meer. En zie je later. Later.